Beste vrienden, een paar weken geleden heb ik Inesto gestart. Daarmee willen we met 6000 Vlamingen in dialoog gaan. Het is vandaag vooral een gezinsdag en een familiedag. Maar toch hebben we samen met de ministers en de parlementsleden met vele honderden, zo'n goede 1500 mensen onder jullie in dialoog gegaan over onze voorstellen. Dit is voor ons van een ontzettend groot belang. Tegen dat wij ons congres gaan houden in Lommel op 15 en 17 november willen wij met 30.000 Vlamingen in dialoog gaan. De volgende 6 maanden willen we daarmee iedereen in debat gaan. We hebben honderden voorstellen. En vele van die voorstellen die hebben we deze morgen ook met jullie besproken. Niet het belangrijkste, maar wel het meest uitgesproken voorstel, en dat was vanmorgen niet anders, ging natuurlijk over de schoolvakanties. Wel, ik wil hier al eens meten. Wie is voor iets minder vakanties in de zomer en wat meer vakanties door het jaar? Steek nu zijn hand omhoog. En wie is daar tegen? Ik weet niet wie. Wel, Chris heeft ze geteld. Beste vrienden, het belangrijkste is niet of dat u voor of tegen bent. Het belangrijkste is wel de gedachte daarachter. Namelijk, hoe kunnen wij in een wereld die in volle verandering is, in een wereld die in volle verandering is en daarmee ook heel wat Vlamingen onzeker maakt, terug zekerheid geven aan de mensen. En het is onze overtuiging dat we dat kunnen doen door de Vlaming sterker te maken. En daarmee willen we met jullie allemaal tussen nu en 15 november, de volgende 6 maanden, in dialoog gaan. Voor ons geen losse flodders, maar concrete voorstellen. En een van die concrete voorstellen die we willen doen op ons congres, dat is om de kinderbijslag te hervormen. Om de verschillende systemen die er zijn van kinderbijslag, om die eenvoudiger te maken. En om aan ieder kind een gelijke kinderbijslag te geven. En een extra voor wie het nodig heeft op een of andere manier. Beste vrienden, wij zijn, en we durven dat zeggen, wij zijn de gezinspartij van Vlaanderen. En waarom durven we dat zeggen? En waarom kunnen we dat zeggen? Wel, beste vrienden, om een hele simpele reden. Omdat wij het doen. Omdat wij in de moeilijke keuzes die we moeten maken, met begrotingen die we op orde moeten houden en in evenwicht moeten houden, Chris. Met de moeilijke keuzes die we moeten maken, dat we daar stevast kiezen voor de versterking van het gezin. Een gezinspartij zijn is niet iets wat je doet één dag op het jaar, maar alle dagen van het jaar, en daar geven wij de bewijzen van. En ik geef u nog een ander bewijs. In de internationale rating van de NGO Save the Children staan wij op de 8e plaats van 176 landen. Op de 8e plaats wat betreft het gezinsbeleid. Jo, nog 7 plaatsen te gaan en we hebben het beste gezinsbeleid van de hele wereld. Beste vrienden, het belangrijkste is niet die 6 of die 9 weken vakantie. Ik mag degenen die daartegen zijn al geruststellen. Het belangrijkste is wel, hoe kunnen wij aan alle kinderen, aan alle gezinnen, aan alle papa's en mama's, aan alle papa's en papa's, aan alle mama's en mama's, hoe kunnen wij aan iedereen die droom die ze hebben voor hun kinderen maximaal helpen ondersteunen om die waar te maken? Want zoals Leen en ik, voor Warren, Mine en Nette, een droom hebben, zo hebben jullie ook allemaal voor uw kinderen of voor uw kleinkinderen een droom. Een droom en een toekomstdroom. En die willen we samen waarmaken. Vandaag op ons congres en nadien, als het van ons afhangt, aan de leiding, ook de volgende 5, 6 jaren in Vlaanderen. Beste vrienden, ik zou u nog 1 ding willen vragen en uitnodigen. Wij gaan ons congres houden van 15 tot 17 november in Lommel. Ik heb een klein presentje. Diegenen die straks op Twitter of op Facebook met ons in dialoog gaan, het Twitterbericht van de CD&V of de Facebookpagina van de CD&V over onze Goedgezinddag. Wie daar zijn bericht op post, die maakt kans
op een gratis weekend op het moment toevallig dat wij ons congres houden in Vossemeren, in Lommel, van 15 tot 17 november. Dus allemaal op Twitter, op Facebook, met ons mee in dialoog.